play the center behind him. Hallo, leuk dat je kijkt naar dit filmpje over de Airbus Academie. Ik ben Bas van Duivenbode en in dit filmpje ga ik je wat informatie geven over wat we zo allemaal doen. Veel mensen vragen ons wat we nou eigenlijk zijn, of we een officiële instelling zijn, of je ook studiefinanciering kan krijgen of dat de omscholing ook door de UWV wordt bekostigd. Een eenvoudig antwoord daarop is nee, dit wordt niet door wie dan ook betaald. Dit zul je zelf moeten doen, het is niet anders. In het verleden hebben we dat wel gedaan hoor, via het UWV mensen omgeschoold. Maar er komt zoveel bij te kijken dat het voor mij niet meer leuk is om te doen. Voor mijn vrouw ook niet leuk om te doen. De administratie daarbij is niet zo leuk. En daarbij komt, wij willen vooral praktisch aan de gang zijn. En dat is eigenlijk ook waar de meeste cursisten voor komen. Plezier hebben in hetgeen wat je doet. Of je nou cursist bent of docent, dat is voor ons van belang. Terug te komen op de vraag wat we nu eigenlijk zijn. We zijn een Airbus atelier waar diverse korte workshops, cursussen en trainingen worden gegeven. We geven korte workshops op evenementen en in-house in onze academie in Lelystad. We geven eendaagse Airbus cursussen, maar ook meerdaagse cursussen. En we geven een meerjarige opleiding tot allround Airbus kunstenaar. En als klap op de vuurpijl, privélessen bij jou op locatie. De lessen zijn alle praktijklessen en er hoeft dus weinig uit het hoofd geleerd te worden. Wel zijn er lespakketten met huiswerk als je dat wil. De docenten zijn Anneke en Bas van Duivenbode. Volgt er nu wat meer informatie over de meerjarige beroepsopleiding. We zijn hier begonnen omdat vooral onder de Airbus mensen er veel basiskennis op techniek van schilderen, tekenen, misten. En gevolg was dat iedereen ging schabloontjes uitknippen, iedereen ging hetzelfde plaatje maken. Nou, je ziet het nog steeds, sommige trainingen, workshops, die zijn zo boring. Dat hebben we inmiddels al 100.000 keer gezien hoe dat Morgan Freeman eruit ziet. Ten noem maar op en alles. Nee, wij zoeken naar juist een uniek beeldje of een uniek idee. Of we proberen dat bij je los te krijgen en dat lukt ons aardig. In onze meerjarige opleiding leer je daarom dan ook hoe om te gaan met penselen, met kraspennen, met stiften, met spuitbussen, noem het op, bedenk het. En het komt aan orde tot aan nail art en visagie en weet ik veel wat allemaal. Vooral als het iets met de Airbus te maken heeft, maar ook juist die andere klassieke technieken, waterverf, olieverf, bedenk het allemaal. Want je moet een brede, en dat is het hele verhaal natuurlijk, een allround inzetbaar wezen, dus je moet een brede kennis hebben. Om die brede kennis te krijgen hadden we in eerste instantie bedacht van nou dat moet je in 3 jaar wel kunnen redden. Nou, dat denk ik dat dat kan. Het is echter zo, voor iedereen is het verschillend. De een leert wat sneller dan de andere en de een die wil er ook meer tijd aan besteden dan de ander. En daarom hebben we ook een programma zo gemaakt dat we rekening houden met jouw individuele wensen en mogelijkheden. Kortom, voor jou misschien wel een heel leuk moment om toch te kiezen om te scholen naar Allround Airbrusher of een van onze andere opleidingen te gaan volgen. Graag zie ik je in de toekomst tegemoet. Bedankt voor je interesse voor de Airbrush Academie.